Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl. Goedenavond, het is dinsdagavond en we hebben te gast een van de grootste talenten uit de jeugd van PSV. Dus op 30 september is hij periodekampioen geworden met Jong PSV in de Jupiler League. Hij was intens blij. Eigenlijk is hij altijd blij. Te gast is Kenneth Paal. Zeg ik goed toch? Jij bent toch bijna altijd een blij man? Zeker. Ja. Ja, je lacht veel. Afgelopen weekend vooral, hè, na die goal. Ja, tuurlijk. Zoals al zeg, ik ben altijd wel blij. Ik wil toch genieten van het leven en... vrijdag heb ik een mooi doelpunt gemaakt, ja. Mooi doelpunt meegepikt en een goede overwinning. Ja, een goede overwinning, maar zeker. Ik begrijp dat het doelpunt wel echt als een soort van verlossing kwam voor jou of zo. Ja, klopt. Het is mijn eerste van het seizoen. Ik heb er lang op moeten wachten en natuurlijk als voetballer wil je altijd scoren. Je wil altijd belangrijk zijn voor het team. En ik heb nu mijn eerste doelpunt te pakken en ik... hoop dat ik hem mee ga maken. Ja, wat mij opviel, hè, je maakt die actie. Je kijkt volgens mij totaal niet naar die doelman. Je kijkt alleen maar naar de bal. Of had je die doelman al gezien in de eerste stadium? Eerlijk gezegd had ik de doelman niet gezien. Nee, ik keek alleen maar naar de bal, ja. Ik weet eigenlijk blind waar de goal zit. En je hoeft je eigenlijk alleen op de bal te focussen. En proberen goed te raken. Ja. En ik raakte hem perfect en hij vliegt er mooi in. Ja, en wat voor gevoel komt er dan bij je los? Het was een soort opluchting, maar komt er nog meer bij kijken? Ja, natuurlijk komt er meer bij kijken. Vooral, het was ook de 2-1 natuurlijk. Ja, dat is belangrijk. Ja, dat is een belangrijk doelpunt. Ook een belangrijk doelpunt, voor mezelf. En ja, het is gewoon zoveel vreugde komt in je op. Ik had ook met de jongen afgesproken van ik zal naar je toe komen, maar... Ik vergat het gewoon gelijk. Gewoon want die stond aan de zijlijn te kijken? Nee, die zat op de bank en hij zei van... Hij zegt elke week tegen hem van, Kenneth, als je scoort, kom naar me toe. Ik zeg, ja, kom. En ja, ik vergat het gewoon. Met wie had je die afspraak dan? Met Gekan Kazas. Ja? En je bent het in alle blijdschap... Ja, ik ben het helemaal vergeten. Daarna liep ik terug. Toen riep hij me, zei hij, Kenneth. Toen keek ik, toen dacht ik, oh ja. Dus je bent hem nog wat verschuldigd, volgende doelpunt. Volgende doelpunt, daar ren ik naar aan toe. Okay. Straks gaan we uitgebreid verder praten met Kenneth Paal. Eerst even naar PSV vandaag. Het is herfstvakantie en dat betekent relatieve rust voor de spelers in de PSV-opleiding. Maar de PSV Soccer School draait wel op volle toeren. Jonge kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar genieten deze dagen van alle faciliteiten van de hertgang en het trainen als spelers in de opleiding van PSV. En over de hertgang gesproken, de plannen voor een grondige verbouwing zijn zeer concreet. En hoofdopleidingen Art Langeler ligt alvast een tipje van de sluier op. Er moeten klasgebouwen komen, maar moet dat dan met een semi-permeabele wandsemaar dat je die weg kan halen en groot kan maken, moet misschien een beetje schuin omhoog. Als je een trainingskamer hebt, moet het dan allemaal stopcontact aan de zijkant. Of pik je ze uit het plafond met een kabeltje en kun je daar je laptop aan aansluiten. Nou, zo kan ik nog een kwartiertje doorgaan. Maar dat zijn dus allemaal kleine dingen die je voor die tijd even moet hebben besproken voordat je in werking kan zitten. Ja, ik zei het net al even in de aankondiging. 30 september periodekampioen geworden. Wat is het volgende doel met het team? Het volgende doel is om... we staan nu bovenaan. We willen het liefst bovenaan blijven. Ja. Maar het volgende doel is om... ja, het is misschien gek gezegd, maar ja, wie weet worden we kampioen. Ja, ergens speelt die ambitie wel stiekem mee? Ja, natuurlijk. Want als voetballer strijd je natuurlijk altijd om kampioen te worden. En ik wil niet zeggen dat het onze volgende doel is. Daar moeten we ons ook niet echt op focussen, maar ja, wie weet hè. Kunnen we die stint maken. Maar hoe moeilijk is het om in deze competitie kampioen te worden met jullie generatie, jonge jongens, jonge ploeg, veel fysieke weerstand in de Jupiler League? Heel moeilijk. En buiten dat fysieke weerstand ook natuurlijk veel wisselingen in de ploeg. Af en toe komen spelers van onder 19 mee, af en toe van het eerste. Is toch weer andere kwaliteit in het veld. We wennen aan elkaar. Maar tot nu toe doen we dat heel goed. En ik hoop dat het zo door blijven gaan. Ja, er zit voorlopig nog geen rem op. Dus het ziet er in ieder geval goed uit. Afgelopen weekend ook weer. Afgelopen vrijdag moet ik zeggen, speelde Jong PSV tegen FC Eindhoven. De Stadsderby. Werd een bijzondere wedstrijd. En dit is het verhaal van dat duel. Hoe
Hoe erg was het puzzelen voor je vandaag met de opstelling? Want je had weer wat nieuwe namen erbij. Sommige jongens vallen af die woensdag ook gevoetbald hebben. Nou ja, ik kan vrij goed puzzelen, heb ik thuis al gehoord. Het is zoals het is. Remco wordt dan vanochtend nog bij de selectie weggehaald in verband met de situatie met Jeroen. Yannick, prima keeper. Die gaat er dan op. Traint hij dagelijks heel hard voor. Sam heeft woensdag een zware wedstrijd gehad. Maar ook kijken naar de reeks die hij daarvoor heeft gespeeld. Ja, en dan is het zaak dat andere jonge spelers opstaan en hun werk doen. Ik schrok een beetje van de eerste helft. Waarin wij veel te veel ontzag hadden voor Eindhoven. We konden geen grip krijgen op de opbouw van FC Eindhoven. En ja, hij maakte er 1-0. Ja, dan kom je terecht op een 1-0 achterstand. Dan is het in ieder geval een heel prettig moment als je vlak voor de rust nog die 1-1 binnenprikt. Want dat betekent dat je nog in die wedstrijd zit. Het is 1-1. Swendley Alberto maakt het af. Ja, Swendley is een avonturier. Nou kwam hij op de linksbackpositie door terugkomen van Jordi. Dan kan hij zich wat meer uitleven. En dan is het mooi om te zien dat hij dat beloont met een goal. Hij kegelt hem binnen. Ja, was onhoudbaar. Heel hard. Nee, maar goed, hij gaat tussen de palen en hij is binnen, dus die tellen ook. Op trainingen dan, hebben we het vaak over met rechts. En dan schiet hij hem niet zo binnen. Misschien niet het hardste schot, maar ja, het wel goed geplaatst, weet je. Ja. En op een goed moment en een belangrijk doelpunt, waardoor we terugkomen in de wedstrijd. En tweede helft kwamen we echt fantastisch uit de kleedkamer. Toen begonnen te lopen bij ons en dan zag je ook, maakten we goals en winnen we de wedstrijd. Verdiend, denk ik. Dat is een hele fraaie van Kenneth Paul. Ik raakte nog goed en... Het is iets waar ik wel vaak op train, zeg maar, op de trainingen. En ja, gelukkig lukt het vandaag. Mijn eerste doelpunt van dit seizoen. Ik wil zeggen, je hebt er lang op moeten wachten. Ik knaagde het een beetje aan je. Ja, het knaagde heel, heel erg. Maar ik hou me geduld. En zo zie je, vandaag heb ik mijn eerste gescoord. En ik hoop dat ik meer ga scoren nu. Nou ja, goal. Ik hoorde volgens mij de Kenneth Paul fanclub langs de kant. Hoorde ik daar juichen. Ik hoorde een paar oerkreten. Wie zijn dat? En vertel er eens over. Ik denk dat hij bedoelt mijn zussen, mijn beste vrienden en mijn neefjes. Die zeggen ook elke keer tegen me, Kenneth, zoek de goal meer op. Probeer te scoren. Ja, vandaag is het gelukkig gelukt met een mooi doelpunt. Oh, dit is te kort. En dan is dit Josefsson. En hij maakt er 3-1 van. Het is fantastisch. Periode kampioen geworden. Even een klap gehad vorige week, maar we zetten ons daar weer goed overheen. En Telstar gaan we weer proberen te winnen en ik heb er alle vertrouwen in. Dat is een vrije trap van Rommens. Gekopt en daar is hij binnen of niet? Ja, hij wordt gegeven. Hij wordt gegeven, de 4-1. Pablo Rosario. De overwinning is er voor Jong PSV tegen FC Eindhoven. Ja, het was weer zo'n avond. 4-1 overwinning voor jullie op FC Eindhoven. Ik zat even naar jouw positie te zoeken. Wat is nou jouw positie op dit moment op het veld? Op dit moment word ik veel gebruikt als linksbuiten en als middenvelder. Vroeger was ik ook linksbuiten. Ja. Toen kwam ik bij PSV. Eerste seizoen speelde ik ook als linksbuiten. Tweede seizoen in de C1 speelde ik meer op het middenveld. Sindsdien ben ik eigenlijk altijd op het middenveld gaan spelen. Ja. Maar... Maar is dat in een controlerende of in een aanvallende? Nee, meer aanvallend. Ja. Vind je dat prettig? Ja. Dat is de prettigste rol die je kan hebben op dit moment op het middenveld? Ja, op dit moment vind ik aanvallende middenveld het prettigste. Ja. Dus want je bent toch wel een aanvallende speler, denk ik. Ja, dus veel geëxperimenteerd ook wel, hè, met jouw positie. Veel gekeken naar. Ja, klopt. Ik heb ook zelfs een tijdje op 6 gespeeld, ja, controlerend. Ja. Een EK meegemaakt op linksback. Maar ik denk dat de aanvallende middenvelder of linksbuiten toch wel mijn favoriete posities zijn. Ja, en box-to-box, mag je het zo zeggen? Ben je ook een beetje een box-to-box speler? Ballen halen, brengen. Ja, sowieso mag je het wel zeggen, vind ik. Ja, Wijnaldum-type. Ja, ik word vaak vergeleken met hem. En ja, maar wel volgens mij wel een terechte vergelijking, toch? Ja, zeker. En het is ook een speler waar ik van kan leren en waar ik ook naar opkijk, hoor. Ja. Ik heb ook met hem getraind en gespeeld bij PSV nog. En ja, geweldige speler. Ja, en een mooie carrière stap weer gemaakt, afgelopen jaar ook weer. Je zei net, in de C ben je hier gestart bij PSV. Je kwam je als 12-jarig jongetje kwam je hier naartoe. Mooie carrière, mooie momenten meegemaakt. Laten we heel even kijken naar Kenneth Paul tot nu toe bij PSV. Heel veel succes en ik hoop je heel snel in de stadion te zien. Komt
ik zie toch even... Die trap van jou is natuurlijk ongelooflijk. Je moet me even vertellen, hoe doe je dit? hoe doe ik dit? Ja. Daar zit toch onbepaald. Ik train er veel op en... Ik krijg tips van trainers zoals Luc Niels. Toen hij nog bij Rijg was, heb ik veel met hem getraind ook. En ik heb goede tips gekregen, ik heb er wat mee gedaan. En, ja? Ja. Kan je eens iets van die tips meegeven of zo? Zegt hij hoe je moet raken? Ja, of? Zoals ik net ook al zei, van, je weet waar de goal is. Focus op de bal. Blijf zo lang mogelijk naar de bal kijken en probeer goed te raken. Ja. Want blindelings weet je al waar de goal zit. Je weet al waar je wilt schieten, dus je hoeft echt alleen maar op de bal te focussen. En dan hoef je niet eens de situatie eromheen te zien, maar nee. De trap wordt dan perfect. Ja, precies. Je weet van, oké, ik maak de actie. Ik ga nu in deze hoek schieten. Oké, dat weet je al van tevoren. En, ja, focus op de bal en probeer het zo goed mogelijk te raken. En het grappige is, je maakt dus vaker dit soort doelpunten. Dus het is een soort wapen. Kan je dit moment nog herinneren? Kijk even mee op het scherm. Links zien we volgens mij de wedstrijd van afgelopen weekend. Ja. En rechts zien we... Een goal tegen Helmond Sport. Ja. Hij is bijna exact hetzelfde. Ja, je komt hier nog een keer in de herhaling. Je lepelt hem als het ware over de keeper heen. Ja, klopt. Dat is wel een techniek waar ik vaak op train, zeg maar. Vanaf links, met links, hem laten dalen in de verre hoek. En... Ja. Ja. Is dit zo'n goal, vormt het ook weer een beetje de aanzet voor een lekkere vervolg van het seizoen? Die seizoen wat misschien niet heel makkelijk voor jou gestart is? Ja, dit geeft zeker een boost in mijn zelfvertrouwen. Ja. En PSV geeft me altijd al vertrouwen. En nu had ik even het vertrouwen van mezelf nodig. Ik had een doelpunt nodig om lekker erin te komen. En, ja. Ik hoop dat ik tegen Telstar weer minuten mag maken en weer belangrijk mag zijn. Ja, en je was belangrijk afgelopen weekend. Je maakte een mooie goal. Trainer Pascal Jansen looft dat. Maar die is ook nog wel even kritisch. Laten we even kijken naar wat hij daarover zegt. Kenneth heb ik net ook al geschetst. Die komt van ver. Die is niet goed aan het seizoen begonnen. Dacht dat hij afkwam met wat minder energie erin te stoppen. Ja, dan is het aan ons om de spiegel voor te houden. En dat doen we dan ook. En dat kan je plek kosten. En dan is het zaak dat andere spelers gewoon hun werk goed oppakken. Dat hebben ze gedaan, die eerste reeks. Ja, en dan moet Kenneth even wachten. En zorgen dat hij zich middels de trainingen en de momenten die hij tijdens wedstrijden krijgt, weer terugvecht in de ploeg. Vorig jaar als tweede SA junior heeft hij het vrij goed gedaan. Hè? Ruim 30 wedstrijden gespeeld. Maar goed, net zo goed als dat met de eerste periode het geval is. Iets wat je in het verleden hebt gepresteerd is geen garantie voor het heden. En soms heb je nog wel eens te maken met jonge spelers die dan een beetje gaan zweven. En denken het komt allemaal wel vanzelf. Maar goed, er zijn er hier om de beide 20 die dagelijks alles geven om steeds beter te worden. Nou, en als Kenneth dan een van de spelers is die een fase iets minder geeft, ja, dan kan de volgende zomaar weer klaarstaan. Ja, ben je iets te makkelijk geweest, een bepaalde periode? Ja, daar geef ik trainer wel gelijk in. Ja. Ja. Misschien onbewust, maar... Ik ben niet goed begonnen aan het seizoen, nee. Waar zat hem dat in? Ja, even te weinig focus en... Heeft hij jou op scherp gezet, de trainer? Ja, zeker. Heeft hij echt gedaan. Heeft het geholpen? En heeft ook echt geholpen. Ben ik ook echt blij mee dat hij dat heeft gedaan. De trainer heeft me altijd vertrouwen gegeven. Ja. Maar zoals hij al zei, hij is ook echt kritisch. En ook gewoon, hij is ook straight naar mij toe van... Kenneth, je moet dit en dit doen. Dit gaat goed, dit gaat niet goed. Werk hieraan. En daar heb je wat aan. Ja, heb je er ook wat aan als je bijvoorbeeld met een generatiegenoot van jou, Steven Bergwijn, praat? Vriend ook van jou, volgens mij. Ja, tuurlijk. Steve zit nu vast bij de A-selectie. En natuurlijk vraag ik hem altijd van, hoe gaat het? Ik wens hem succes. Buiten het veld ben ik vaak met hem. En, ja. PlayStation nog wel eens met hem? FIFA je nog wel eens? Ja, wel. Ja. Wie wint er dan? Hier was volgens mij Stevie die won. Ja, nee, hij won niet. Kijk, hij kwam 1-0 voor hier zo, maar uiteindelijk had hij de wedstrijd verloren. Maar precies op dat moment kwam de camera binnen. En... Zou je net zien, hè? Ja, precies. Het was wel een vervelend moment, maar hij weet wie beter is, hij weet het. Hij kent zijn plek. Ja, hij kent zijn plek. Ja, we hebben het net over je ontwikkeling. In hoeverre heeft jouw blessure in 2013, dat was een heftige blessure, in hoeverre heeft dat een rol gespeeld op jouw ontwikkeling? In hoeverre heeft dat een rol gespeeld? Doet die pijn als je hem nog ziet, zo, het moment? Als ik hem niet meer zie, doet hij zeker pijn. En
Dit is iets wat je nooit vergeet in je hele carrière, maar het heeft me echt sterker gemaakt. Want even voor de duidelijkheid, wat was nou precies? Het was een beenbreuk? Ja, ik had mijn kuitbeen gebroken. Ja. Ik lag er 3 maanden uit. Ja. Ja, 1 maand echt plat, 2 maanden voor revalideren. Maar... En het ziet er vrij heftig uit, dat was het ook. Ja. Maar heeft het je ontwikkeling enigszins in de weg gezeten, heb je het gevoel? Nee, zo'n gevoel heb ik echt niet. Ik heb zelfs het gevoel dat ik na mijn blessure echt veel sterker terug ben gekomen. Ja, dat zie je vaker, hè? Ja, klopt. Ja, je maakt op dit moment weer een goede ontwikkeling door. Er zijn heel veel mensen ontzettend enthousiast over jou. Gisteren hadden we Aten Mos op de bank en die zegt het volgende over Kenneth Paul. Hij ziet het spel beter dan de gemiddelde speler van tevoren. Kan hem neerleggen waar hij wil. En, het is een beetje een soort Davids en Filena type. Nou, dat zijn mooie dingen die over je gezegd worden. Ja, zeker. Wat vind je ervan? Herken je erin? Ja, ik herken mezelf wel erin, ja. Goeie omschrijving. Dus. Ja, klopt. Ja. Je traint veel mee. Ik vind het wel grappig dat hij zegt dat ik op Davids leek. Ja? Ik denk dat hij mijn spel bedoelt, maar uiterlijk denk ik. Ik denk ook niet dat hij dat bedoelt. Nee, denk het niet. Nee. Of je moet een bril opzetten. Misschien. Ja. Je haar wat laten groeien. We gaan afsluiten. We gaan daarmee ook kijken wat er morgen in PSV-TV zit. Morgen kijken we uitgebreid terug op de Europese topprestatie van PSV onder 19 tegen Bayern München in de UEFA Youth League. PSV onder 19, morgen bijzondere bijdrage in de uitzending. Volg je die mannen nog een beetje, wat ze doen in Europa? Ja, natuurlijk. De laatste wedstrijd tegen Bayern München had ik gekeken. Ja. 2-0 winst. En natuurlijk volg ik die mannen ook. En ook gewoon op de training kom ik ze nog tegen. En ik ben ook nog steeds goed met ze. Ik zie ze ook als spelen ze team lager. Ze zijn even hoog als iedereen, vind ik. Ja, dus. Veel talent. Ja. Veel talent ook. Dank voor je komst naar de studio en wellicht tot de volgende keer hier op de bank. U bedankt voor het kijken tot zover deze uitzending van PSV TV. Morgen dus een uitgebreide bijdrage over PSV onder 19. Heel veel plekken krijgen te zien achter de schermen, heel veel bijzondere gesprekken ook. Zeker de moeite waard om dat te kijken. Tot morgen. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl.